Het is weer gelukt, dames en heren, om er doorheen te breken met onderwerpen die anderen noodgedwongen moeten laten liggen. Dames en heren, de gekte heeft in Almere definitief toegeslagen. Wat is er aan de hand? Elk jaar stinkt het in de havenkom van Almere Haven als de neten, want de blauwalg is er weer en dat stinkt behoorlijk. Nu is er een bedrijf dat nog deze maand 12.000 ballen in het water wil gooien daar, om die blauwalg een beetje schrik aan te jagen. Ballen met micro-organismen. En onze Koen en Milieuridder uit de gemeenteraad van GroenLinks, Ruud Pet, springt daar natuurlijk bovenop. En die wil voorstellen om €10.000 voor dat projectje ter beschikking te stellen. Nou, ik geef u op een briefie dat in de zomer van 2007 die blauwalgen zich de pestpokken lachen om die ballen die op de bodem liggen. Het is dan ook een goed idee, denk ik, om de havenkom van Almere om te dopen in de soepkom van Almere. Het is een grote schande in Almere. Op 1 november kreeg Flevoland bezoek van koning Abdul II bin al-Hussein van Jordanië. Met zijn vrouw natuurlijk. Onze vorstin Beatrix toerde met de gasten door de provincie. Ruimtevaartlaboratorium werd bezocht in Marknesse, de Bataviawerf in Lelystad en de Spijkerfabriek in Zeewolde. En dan vraagt men mij, Stan, waarom ontbreekt Almere in dat programma? En dat is uit mijn aanzicht een kwestie van mentaliteit. Almere haalt, om viele vrij met de auto te kunnen rijden, een Duivenstein naar Almere. Zeg maar de Albert Heijn mentaliteit. Beter scoort natuurlijk de VOC mentaliteit. En daar heb je in plaats van Duivenstein Loevestein voor nodig. Dank u wel. Dames en heren, de gemeente Almere heeft een stripverhaal besteld over Suske en Wiske en dat speelt zich allemaal af in Almere. Ik had persoonlijk nog nooit van Suske en Wiske gehoord, maar op het internet zag ik dat het een stelletje geilaards betreft bij het leven. Zeg nou zelf, wat denkt u hiervan? Nou ja, in Almere is niks te gek. We sturen hoeren naar Afghanistan. Dus zullen Annemarie Jorritsma en consorten gedacht hebben. Suske en Wiske, dat kan er ook nog wel bij om Almere op de kaart te zetten. In Almere schijnen homo's gediscrimineerd te worden volgens GroenLinks. Nou, dan hadden ze toch beter een stripverhaal kunnen laten maken over Sjors en Jimmy. Daarmee kan Almere zich, excusez de woordspeling, een plek veroveren in de annalen van de geschiedenis. Want zeg nou zelf, zo'n knuffelneger, daar is niks mis mee. Het is een grote schande in Almere. Welkom, dames en heren, bij onze klaaglijn. De vraag die een jonge moeder zich stelt is of Sinterklaas nog wel verantwoord is. Nou, beste ouder, Sinterklaas is nooit verantwoord geweest. In Almere zijn er al meerdere schoolmeesters ontslagen omdat ze zich een kindervriend noemden. Maar van Sinterklaas, die al die kindertjes op schoot neemt, pikken we dat gewoon. En volgens mij is die Sinterklaas een van de grootste hashhandelaren in de wereld. Zijn boot wordt nooit gecontroleerd. En wat doen die ongure types met die zakjes in hun handen daar nou altijd bij die Sinterklaas optochten? Dat kan maar één ding betekenen volgens mij. Vooral in Almere, daar laat Sinterklaas zich vergezellen door een aantal pornosterren. Suske en Wiske. Nou, het moet toch niet gekker worden. Heeft u reacties? Wilt u klagen? Stuur dan uw mailtje aan raf
@almere-city.nl. Vanavond en vannacht valt er zo nu en dan een bui en ook morgenochtend kan